Ik heb natuurlijk weer geen idee waar ik moet beginnen. Ik haat mezelf zo. I'm a bald bitch right now. Ik ben er zo moeilijk in. Hoi! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Bradley Bravoort. En als je dan nog niet weet, dan weet je dat. Dat was zo'n mooi gezicht. I'm a model. Jongens, het is een video die ik niet zo gewend ben om te maken eigenlijk. Dus waar ik eigenlijk soort van alleen maar mijn verhaal vertel. Maar zoals je het al ziet aan de titel, is dit mijn coming out verhaal. Voor mij is een coming out verhaal best wel belangrijk om te vertellen. Nou ja, weet je wat zo stom is? Ik heb dus in oktober mijn coming out video gemaakt. Ik ben in oktober op social media uit de kast gekomen. Voor wat eigenlijk? Als ik mezelf een labeltje moet geven, dan geef ik mezelf het labeltje queer. Dat vind ik het beste labeltje om erbij te passen. Maar ik vind alles prima. Gay, bi, queer, allemaal prima. Laten we zeggen, ik ben niet hetero. Voor dat proces van mezelf begrijpen wat ik ben, komt natuurlijk ook een tijd van tevoren. Ik ben nu 23 en toen ik voor het eerst ontdekte was ik 19 jaar. En ik wil heel graag een coming out verhaal, mijn coming out verhaal delen met jullie. Van, ja, coming out, ik vind uit de kast komen ook zo stom eigenlijk. Want waarom doen we het? Het is zo, hetero's doen het ook niet. Waarom zouden wij het moeten doen? Maar uiteindelijk is het gewoon ervoor uitkomen, voor je seksualiteit uitkomen. Uiteindelijk kunnen hetero's dus ook uit de kast komen door te zeggen dat ze hetero zijn. Want het is uiteindelijk het gewoon laten weten van wat voor geslacht je hebt. Ja, ook. Kan ook zijn. Maar wat voor seksualiteit je valt. Wat voor seksualiteit je bij je past. Je snapt wat ik bedoel. En ik weet nog dat ik vroeger zoveel... Ik denk dat ik iedere coming out video op YouTube heb gekeken. Gewoon puur zodat ik een referentie heb naar iemand waarvan ik denk, hey, jij bent net zoals ik. Of jij hebt dit meegemaakt. Of juist andere visies te krijgen van hoe mensen denken over seksualiteit. Want uiteindelijk heeft iedereen een heel erge visie op hoe iets moet zijn en hoe iets zal zijn. En het is een kwestie van mensen daar te accepteren wat zij ervan vinden. En ik heb een hele andere kijk op het beeld wat seksualiteit is. En andere mensen hebben daar ook een heel ander beeld bij. Sommige mensen die hebben een labeltje nodig, wat ik begrijp. Wat echt totaal niet erg is. En ik heb zelf het labeltje niet echt nodig. Maar ik snap dat mensen mij een labeltje willen geven. En dat vind ik prima. I don't care. Maar dat heb ik al in mijn coming out video gezegd. Als je mijn coming out video nog niet gezien hebt, je kan hier rechtsboven in het i'tje klikken. En dan kan je hem bekijken. Laten we even teruggaan naar het feit van mijn coming out verhaal. What's my story? Why did I became this faggot? Wanneer accepteerde ik mezelf? Ik ben dus nu 23. En ik accepteerde mezelf toen ik 19 was. Als ik even bij het begin moet beginnen. Wanneer kwam ik uit de kast? Wanneer had ik een coming out? Denk, in het begin van de middelbare school werd er al heel vaak tegen mij gezegd van, jij bent gay, jij bent sowieso homo, bla 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 bla. En juist omdat mensen dat tegen mij zeiden, werd ik soort van, wou ik gaan bewijzen naar hun dat het niet zo is. Ik kom uit een klein dorpje uit Zeeland. Ik merk wel dat gewoon als je uit een boerendorpje komt, dat het gewoon iets bekrompener is. Dus ja, en ook gewoon de visie over seksualiteit is gewoon heel anders daar. Ik ben namelijk als kind opgegroeid onder de homo's. Misschien dat de reden is dat ik nu zo ben, want het is super besmettelijk. Pas op. Nee, dat is echt onzin. Ik ben opgegroeid in een omgeving met waarvan ik wist dat homoseksualiteit of het vallen op het andere geslacht oké zou zijn. Mijn oom die is namelijk zelf homoseksueel. Dat is een van de eerste dat ik wist dat het was. En later ben ik musical gaan doen. Ik ben vanaf mijn 8e al bezig met musicals. Mijn moeder die ging met had allemaal homo-vrienden in één keer. En deed musical les. En waren ook allemaal homoseksueel. Of weet ik veel wat. Wat ze allemaal waren. Allemaal vrije mensen. En ik wist gewoon dat het allemaal oké was. Ik zelf was gewoon heel erg jong. En ik was er niet echt heel erg mee bezig. Achteraf, nu ik terugkijk op mijn jeugd, wel. Denk ik wel van, oh jawel, nu snap ik waarom dit zo was. En nu snap ik waarom dit zo was. Maar ik was er nog niet op dat moment niet echt mee bezig. En niet dat ik zo'n besef had van, oh ja, ik zou dit zijn. Nee, dat kwam eigenlijk pas later, denk ik. Toen ik echt na de puberteit. In de puberteit werd er dus al heel vaak tegen mij gezegd van, je bent sowieso gay. Maar dus ik al zei dat ik dan heel erg soort van dacht van, dat ben ik niet. En ik ga mezelf bewijzen dat ik dat niet ben. Wat nergens op slaat. Het slaat zo nergens op. Maar ik snap het. Uit veiligheid ga je dat gewoon doen. En toen ging ik naar de HBO toe. Naar de HBO. Ik denk mijn eerste jaar ook nog niet echt mee bezig. En mijn tweede jaar van mijn HBO wel. Volgens mij toen begon het al een beetje te denderen. Uiteindelijk werd het dus nog wel heel vaak aan mij gevraagd van, Bradley, wat ben je nou? En ik merkte heel erg aan mezelf dat uiteindelijk toen ik ouder werd, toen dus ging ik al vaker zeggen van, ik weet nog dat die vraag kwam van mensen, wat ik zo kut van, want echt de meest kutte vraag is als mensen vragen, sorry, mag ik wat vragen? Ja, het is misschien heel persoonlijk hoor, maar
ben je homo? Of fuck up jongens? Van dat is dat zo'n kutte vraag. Ik vond dat zo kut, omdat ik er zelf nog niet eens achter was van wat ik nou eigenlijk precies was. En dat, ik snap het ook dat mensen het vragen, want het is ook heel lief dat je het vraagt. Maar voor mij, toen ik 17, 18, 19 was, was het echt de meest kutste vraag die je aan me kon vragen. Want ik weet nog dat iemand dat vroeg, dat ik echt een paniekaanval gewoon kreeg. Als het gevoel van, wat, nee, maar hoe, hoezo, wat, huh? En maar ik reageerde er wel altijd soort van op van, ja, je weet het maar nooit toch? En dat zat er wel al heel erg in, van, ik ga mezelf niet iets geven van, nee, ik ben niet. Ik zei nooit dat ik volledig hetero was, maar ik zei altijd van, ja, ik vind meisjes interessant, maar je weet het nooit. En ik weet nog dat het steeds, naarmate ik ouder werd, mensen het meer vroegen, dat ik het steeds meer ging naar, ja, beide wel, denk ik. Het ging een beetje daar naartoe. En uiteindelijk werd het dus, ja, ik vind vrouwen interessant, maar mijn voorkeur gaat naar mannen uit. Dat is een beetje wat ik nu ook nog steeds zeg. En wat ook wel een beetje klopt eigenlijk. Als ik moest kiezen, dan kies ik denk ik wel voor een man. Maar ja, weet je, dat is ook een beetje maar twee dingen vergelijken met elkaar. Uiteindelijk zijn er zoveel unieke mensen op de wereld, dat je het ook maar niet echt weet. Waar was ik met mijn verhaal? Zie je, ik zei al, dit wordt zo'n geen geheel gewoon. Uiteindelijk deed ik dus mee met Friday Nights. En leerde ik daar ook nog wat meer homoseksuele mensen kennen. Ook mijn toenmalige beste vriend rond die periode. Die al helemaal uit de kast was. En aan het daten was met jongens en relaties had gehad, volgens mij ook. En ik leerde ook Pieter kennen. En Pieter de Gans, een van mijn beste vrienden ook nog steeds. En hij had ook een relatie met een jongen op dat moment. Dus ik leerde eigenlijk soort van in een korte tijd veel meer mensen kennen die op het spectrum van seksualiteit zit. Ik denk dat ik daardoor ook wat meer mezelf accepteerde, want ik zag dat het bij hun ook maar oké was. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het door YouTube ook wel veel meer komt. Ook door alle YouTubers die ik keek, bijvoorbeeld, dat ik ook meer verhalen zag, bijvoorbeeld van Conor Fenton, van Troye Sivan, hoe zij uit de kast kwamen. Dat ik dacht van, oh ja, In Amsterdam leerde ik uiteindelijk ook gewoon veel meer queer people kennen, veel meer LGBT mensen kennen. Mensen met een verhaal waarin ik dacht van, oh ja, het is helemaal niet erg om dit te zijn. Het was gewoon allemaal een beetje in dezelfde periode. Ik had een beste vriend die gay was, twee beste vrienden die gay waren. Ik leerde mensen kennen die allemaal gay of biseksueel of lesbisch waren of transgender of ik veel wat. Ik leerde gewoon zoveel LGBT mensen kennen, waardoor ik me zo veilig voelde in een omgeving van vrije mensen. Waardoor mijn visie ook veranderde over, ja, misschien val ik inderdaad wel op jongens. En vind ik mensen gewoon interessant. Toen ben ik dus naar Malta gegaan. En ik weet nog in Malta dat ik daar dacht, weet je, fuck it. Ik ga hier gewoon alles proberen. Ik weet nog dat ik mijn Tinder daar voor het eerst op jongens heb gezet. Toen heb ik daar mijn eerste date gehad met een jongen. Wat ik uiteindelijk dus heel interessant vond. Ik heb gewoon mijn eigen seksualiteit daar kunnen ontdekken. En naarmate ik terugkwam, merkte ik ook al veel meer dat ik ook naar mijn beste vriend toe ook gewoon meer zei van, ja, nee, ik denk wel dat ik dit ben of ik... Ja, ik heb nooit echt een coming out gehad. Super, dat klinkt ook zo stom. Maak een coming out video, maar ik heb er nooit in gehad. Het is meer, ik heb wel een coming out als in dat ik gewoon vertel wat ik ben. En dat ik moet toegeven dat ik niet hetero ben. Maar ik heb nooit een moment gehad dat ik een soort van moest zeggen van, ik moet je wat vertellen. Bijvoorbeeld met mijn ouders is het ook een heel ander verhaal. Mijn moeder die zei altijd van, ja, hoe zit het nou met jou dan? Ik weet nog dat ze dat zei. En ze dacht toen dat ik een relatie had met een vriend, met Pieter. Of ze dacht dat ik een relatie had met mijn toenmalige andere beste vriend. Omdat ik echt heel close was met hem. Maar toen zei ik dus van, ja mam, je ziet het vanzelf wel. Nee, wacht, dat zei ik niet. Ik zei tegen mijn moeder, mam, maar dat weet je toch al? En zei ze, huh? Nee, ik zeg, nou ja, volgens mij heb ik dat al een keer verteld. Volgens mij zie je wel waarmee ik thuis kom. En toen was het echt zo van, oh ja, oké. Dus ik heb nooit echt een moment gehad van, mam, moet je wat vertellen? Ik ben dit. Nee, dat is nooit gebeurd. Omdat ik ook wel wist dat mijn moeder het wel zou accepteren. Ik heb echt geluk gehad dat ik gewoon in een hele fijne omgeving ben opgegroeid. Waar ik wel wist dat het geaccepteerd zou worden. Maar ik moest het gewoon zelf ontdekken. En als ik soms verhalen hoor van mensen hoe moeilijk ze het hebben om uit de kast te komen. En hoe ik ook gewoon andere verhalen van vrienden hoor. Van mensen die ik leer kennen. Hoe zwaar ze het hebben gehad. Kan ik echt wel van geluk spreken dat ik dat gewoon, dat ik niet zo'n moeilijke struggle heb gehad. En ik heb echt respect voor sommige mensen hoe ze die stap durven te zetten. Uiteindelijk de nieuwe mensen die ik leerde kennen, want uiteindelijk kom ik nu nog steeds gewoon uit de kast, vaak. Want als je één keer, het is niet dat je één keer uit de kast komt. Je doet het echt altijd. Je komt altijd uit de kast. Op je werk, als je nieuw werk hebt, zal je het al op een manier vertellen. Ik probeer het altijd wel op een subtiele manier te zeggen, dat ik het bijvoorbeeld zelf al toegeef. Van, oh ja, maar dat ik dan bijvoorbeeld zeg, ja, ik heb toen een keer met een jongen gedate. Dan zeg je het zelf al, zonder dat mensen het moeten vragen. Dat is
een tip voor de mensen die daar moeite mee hebben. Maar ja, het gebeurt gewoon nog steeds. Uit de kast komen, dat zal ook nooit stoppen. En ook toen de tijd ook, ik leerde gewoon zoveel nieuwe mensen kennen, waardoor ik gewoon makkelijker al tegen die nieuwe mensen durfde te zeggen van, oh ja, ik ben dit. Of ik vind dit leuk, of ik vind dit interessant. Waardoor het al veel makkelijker gaat. En mensen die ik van vroeger leerde kennen, die verwaterden allemaal eigenlijk. Waardoor ik een soort van, alle nieuwe mensen leerden mij echt kennen. En alle mensen die ik op de middelbare school kende, die ik niet meer sprak, die gingen vanzelf weg. En ik spreek nog twee mensen uit Zeeland, twee of drie mensen. En ik weet nog wel één keertje dat ik toen echt uit de kast, dat een meisje wat twijfelde, een vriendje van mij, Brit, dat ik in de trein zat naar, of dat ik in de bus zat naar Walibi of naar de Efteling. En dat ik toen begon over een jongen dat ik mee had gedate. En toen zei ze, huh? Oh, maar toch wel. Toen zei ik, ja. Ik zeg, I don't care wat het is, prima. Toen zei ze, oh, oké. En het was ook gewoon prima. Omdat ik al zo gewend was aan het vertellen van mijn seksualiteit aan mensen, dat ik het vergeten was dat ik het tegen haar nog niet had verteld. Ik van, oh ja, dat is dit, maar bedoelen we. Super stom eigenlijk ook. Ik ben er nu wel echt makkelijker mee geworden. Naarmate je een soort van ouder wordt en het vaker doet, is het ook gewoon veel makkelijker in vergelijking met hoe ik het vroeger een soort van heel ongemakkelijk zei. Of van, nee, dat is niet waar, maar... En uit de kast komen gebeurt nog steeds. En dat moet je onthouden voor alle mensen die het kijken. Voor alle jongens of meisjes die zoiets hebben van... die in deze video gekomen zijn om een beetje steun te krijgen. Zo ging het een beetje bij mij aan toe. En ik hoop dat je er een beetje iets aan hebt. Want deze soort video's hebben mij in ieder geval heel erg geholpen. Ja, ik denk dat dit een beetje is. Mijn niet samenhangend verhaal. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nou dat ik vaker wat meer LGBT gerelateerde content ga maken? Laat het even weten in de comments. Want het lijkt me wel super interessant om dat meer over te vertellen. Omdat het gewoon heel dicht bij me staat. Misschien over mijn eerste zoen. Of over andere dingen. Over wat voor dingen moet ik praten? Wat voor ervaringen wil je weten van mij? Of iets... waar je mee zelf mee struggelt. Is er iets waar jij zelf onzeker bent of wil je iets weten? Laat het even weten via DM of via Twitter of hier in de comments. En misschien kan ik daar wel een video over maken, waardoor het misschien jou ook weer kan helpen op een bepaalde zin. Want ik weet dat het wel kan helpen, namelijk. En nogmaals, het maakt echt niet uit of je niet zo goed weet wat je bent. Het is uiteindelijk gewoon een reis wat lang duurt om jezelf te accepteren. Uiteindelijk heeft het bij mij ook zeker 3-4 jaar geduurd tot ik echt wist van, oh ja, dit is wat ik ben. En het heeft gewoon tijd nodig. En laat niemand je pushen om uit de kast te komen. Dat slaat sowieso nergens op. Nou, dat was hem. Dankjewel. En tot de volgende keer. Doei!